Welkom bij de tempelgids van de Rota O-tempel. Ik wil even wat vooraf noemen, omdat je het niet vaak ziet. Zie je die groene gloed daar? Als je de DLC hebt, het uitbreidingspakket, download daar ook content. Uitbreidingspakketten. Kun je daar een speciaal zadel halen? Of het speciale hoofdstel. Maar één van de twee. Dat is Mount Satori. De Satori-berg. Daar ga ik later meer over zeggen. Dat staat ook op onze website. Nogmaals, de link hier beneden. Laten we verder gaan naar de Rota O. Deze had ik al geactiveerd en ik merkte dat hij een kleine glitch gaf op mijn Wii U-emulator. Dus vandaag ga ik even iets anders doen dan dat ik eigenlijk op mijn Switch zou doen. Maar het resultaat is hetzelfde. En de manier waarop ook. Het is één kleine verandering. Normaal gesproken zou je een normale pijl hiervoor pakken, maar die werkt bij mij niet. Dus ik pak een bompijl en schiet hier op de gloeiende steen. De kamer draait nu. Dan loop je naar... Anne, dit is links, hè? Daarin. Daarin. Ja, dat is links. Sorry, ik heb een probleem met links en rechts, dus af en toe vraag ik Anne, onze co-owner, of ik goed loop. En het goed zeg. Hier zit een kleine sleutel in. Die ga je nodig hebben. Nu loop je terug naar rechts. Dus naar het midden. Je kan de bal pakken. Ik doe het meestal niet. Nu schiet je weer met een gewone pijl. Ik met een bompijl. Op de gloeiende steen. Die wordt straks een kanje. Je doet de deur open. Je pakt de bal. En die... Gooi, smijt... Je... Werp. In het mandje. Ik vind het een mandje. En Linkel vond zichzelf vies. Je schiet weer op de gloeiende steen. Nu gaat de bal in het gat. Waar het heen moet, natuurlijk. En het stenen blok, niet de stenen blok, goed in het Nederlands hier, gaat op en neer. Ga erop staan. En nu wordt het ingewikkeld. Pak je paraglider. Of doe het zo. Dit heet bullet time. Ik ga het nog een keer laten zien, want dit was wel heel snel. We draaien nog een keer de kamer, gaan er zo weer op staan. Wat ik net deed, dat heet bullet time. Ik weet de Nederlandse term daar echt niet voor. Ik heb het maar vertaald tot kogeltijd. Dat is het letterlijk vertaald. Dat is het in slow motion laten werken van de wereld. Het is makkelijk te doen, maar ingewikkeld te beheren. En te beheersen. Dus we doen het nog een keer. We gaan op het stenen blok staan. Linkel wordt gelanceerd. Nu gaat het mis. Je pakt je pijlenboog. Dus als je onder het vliegen je pijl en boog pakt, dan activeert de boelentrein. Precies. Als je dat niet goed hoorde, zal ik het nog even herhalen, want heel af en toe pakt mijn microfoon Anne niet. Als je tijdens het vliegen je boog pakt, begint bullet time kogeltijd. En die kost energie. Veel energie. Dus pas ermee op. Goed, als je dus in deze tempel de bullet time hebt gehad. Daar staat de kist, ik zie hem. Moet je hier bovenop landen. Dat kun je met je paraglide, met je zweefzeil, sorry, doen. Die activeer je met X. Maar dat zullen jullie inmiddels wel weten. Ik ben van de vergeten hoogvlakte afgekomen. We pakken even mijn magneet. Voor de kist, want zo'n zin is hij mag nemen. Ja, hij is er. Ja,
Hij kwam even niet omhoog, sorry. Oeh, feather edge. Daar weet ik de Nederlandse term niet voor. Kom nog wel een keer. Nu staat de vocalclub achter de rug vast. Sorry, dat moest even. Beetje lol moeten kunnen. We lopen nu naar de oude monnik. En ik zal jullie weer verlaten bij de heldenbol. We moeten het dus nog een keer doen. Ik moet ook opletten. Opletten, Jane. Opletten. Dat hebben jullie niet gezien, hè? Nee, toch? Nogmaals, bullet time. Schieten. Pak de paraglider. Laat je vallen. Af en toe pakt mijn drift niet. Mijn Joy-Con drift heel erg. Ik heb ook voor mijn Nintendo Switch een andere controller. Maar die werkt niet op mijn PC. Niet goed in ieder geval. Niet. Nee, precies. Nou, dan ga ik jullie bij de heldenbol verlaten. Tot de volgende keer. Deze vergeten jullie maar snel, toch? Ja. Vooral dat het fout ging. Vooral dat het fout ging. Nee, de rest moet je heel goed in je hoofd prenten. Maar dat het fout ging, moet jullie even vergeten. Slecht van mijn reputatie. Tot de volgende keer.